Het is gewoon fijn dat we nu in een heel kort tijdsbestek, hè, na snel schakelen, een oplossing hebben gevonden voor de mantelzorgondersteuning voor de mensen in Almelo. Ja, nou goed, wij hebben toen we het lazen in de krant onze belangstelling gemeld. Alleen al om het feit van dat wij vinden dat het zoiets niet verloren mag gaan. Wij vinden ook dat het vrijwilligerswerk wat ze doen prachtig is. Het is ook in de lijn zoals wij dat hebben. En ja, goed, in het verleden bleek ook wel, afgelopen jaar hebben we heel veel samengewerkt op projecten. Projecten met vervoer, met kinderen met een autisme, dus respijtzorg. Ja, we hebben altijd een fantastische samenwerking gehad. Ik vind ook dat beide organisaties bij elkaar passen. En ja, ik vind de informele zorg altijd een prachtige, innovatieve organisatie. Nou, dat vind ik eigenlijk, ja, mag je misschien niet zeggen over jezelf, maar dat vind ik van de club ook. Wij zijn echt ook zeer innovatief, maar ook ja, zijn bij ons ook vrijwilligers aan het roer en doen het werk. Ja, dat zie je daar ook. Dus ja, we houden een beetje van die organisatie en ja, en andersom was dat ook het geval. We hebben op enig moment natuurlijk contact gehad met de curator en die zoekt dan naar een organisatie die bijvoorbeeld bereid is om een doorstart te maken. Nou, vervolgens ga je dan met elkaar in gesprek en daar komt een voorstel uit. En dan is het aan ons en aan de andere gemeenten om dat voorstel, om daar wat van te vinden. En daar vond u eigenlijk niet helemaal wat van? Exact. En we hebben daar twee argumenten aan ten grondslag gelegd. Namelijk de eerste, het is dat wij vinden dat gewoon een ideale doelstelling van een stichting als de Stichting Informele Zorg Twente. En aan de andere kant een organisatie, een investeringsmaatschappij met toch een winstoogmerk, dat niet goed met elkaar te matchen valt. En daarnaast, en dat heb ik ook als zodanig in de media geroepen, hebben we ook gezien, de Stichting Informele Zorg Twente was failliet. Hè, op het moment dat je daar bijvoorbeeld een kapitaalinjectie in doet, dan betekent het toch dat als je dan niks verandert aan de bedrijfsvoering, hè, en alles blijft zoals het is, ja, dan ga je daar geld in pompen en dat is niet goed, want het is wel gemeenschapsgeld en dat moet doelmatig besteed worden. En uiteindelijk, er moet een goede oplossing komen voor die mantelzorgers. Wat is de reden dat je aan dit project meedoet? Het is wel leuk met graffiti werken en zo. En je doet het ook niet elke dag. Had je al eerder met graffiti gewerkt? Nee, nog nooit. Hoe is het bevallen? Het is wel leuk, alleen eigenlijk best wel lijkt lastiger dan het is. Ja, wij zijn in februari benaderd door Heracles om eens na te denken over maatschappelijke jeugdprojecten. We zijn bij jullie geweest, hebben wat gebrainstormd en uiteindelijk hebben we ons idee gepitcht op het Stadscafé van Stadsbeweging Overijssel en hebben de Stadscheck gewonnen in april. Alle instanties werden toen al heel snel enthousiast en zijn aangesloten. En nu werken we dus met onder andere Beter Wonen, Heracles en Orwij, de gemeente Almelo, Centrum Almelo Actief en Almelo Promotie samen aan jongerenprojecten of jeugdprojecten. Vooral nagedacht over wat willen we eigenlijk. En daar hebben we er die pitch op geschreven. Wat willen we vanuit Heracles en wat willen we vanuit de creatieve hoek. Nou, daar hebben we onze pitch op gemaakt en gewonnen. Nou, wat wij heel graag willen is natuurlijk dat de jeugd actief is. Dat we trots op Almelo uitstralen en zwart-wit op straat. En als we dat samen kunnen doen, daar is iedereen enthousiast over. Volgend jaar, we gaan volgend jaar de tunnel bij ons stadion zeg maar, aanpakken. En dan ziet het er super uit in Almelo. Ja, ik vind het ook altijd heel gaaf om te zien hoe graffiti eruit ziet en zo. Heeft creativiteit bijzondere aandacht van jou? Ja, wel veel, ja. En heeft het ook iets te maken met de school waarop je zit? Ja, ik ga ook kunststromen en zo doen. En ja, daar doen ze ook veel met creativiteit. En het blijkt gewoon dat doordat kinderen in hun eigen wijken
projecten spuiten samen met ons, dat ze ook meer waardering hebben en krijgen voor het kunstwerk wat we maken. En het vandalisme daalt gewoon enorm. Alle muren in Enschede die wij gemaakt hebben, zijn nog steeds gewoon intact. Ja, dat is het eigenaarschap vergroten, de jeugd betrekken in de wijken. En zo willen wij dus door heel Almelo samen met jongeren of met jeugdkinderen, willen we dit soort projecten gaan aanvliegen. Daarnaast is er vanuit Centrum Almelo Actief ook echt een vraag naar ons gekomen, naar de praktijk. Van hoe kunnen we toerisme in de binnenstad vergroten? Hoe kunnen we mooie kunstrouten gaan koppelen aan de stad Almelo? Hoe kunnen we jongerenwerk, het kinderwerk samentrekken met het thema Trots op Almelo? En daar maken wij vandaag de eerste stap in. We gaan een project draaien van 3 jaar en we gaan het heel mooi maken hier. Op 21 juli 1968, de eerste Nederlander die de Tour de France won. Ik kan het bijna niet geloven dat hij er is. Dames en heren, Jan Jansen! Jansen, 1 uur 20 minuten en 9 seconden. En toen kwam Herman die deed 54 seconden later, ja. Lang over. Ja. Ja, heel snel de calculatie gemaakt. En toen zegt er, ik ken de naam niet van die man, maar van de organisatie van de Tour, Jean, je hebt de Tour de France gewonnen. Ja, en toen... Het zal je maar gezegd worden. Ja, en 10 seconden later, 15 seconden later, ja, hectiek, daar wil je niet meer in geloven. We kennen de beelden. Dus... Totale euro. Werd in de lucht gegeven en al die mensen om me heen, fotocamera's, televisie, toestanden. Ja, ik wist het geweldig. Theo Komos van de radio. En die had een combi met Jean Wouters, een Belgische sportjournalist. En Komen zei tegen Wouters, Jean, gecondoleerd met het verlies van Herman van Springel. Ah, dat sloeg erin als een bom natuurlijk. Maar Fred Raquet was van de televisie. Die deed het de televisie toen. Helaas ook overleden, veel te vroeg. Maar dat was een merkwaardige dag. Fantastisch. Geweldig. Wat ook zo typerend is, dat het stuk waarin jij die Tour de France won, steeds maar weer getoond wordt op de televisie. En jaren later was je op Zoetermelk ook winnaar van de Tour, maar die beelden zie je nooit. Ja, ik weet niet waarom, maar de eerste Nederlander die een Tour wint, ja, dat geeft toch wel extra power. Maar, en dan zeker op de manier hoe je het gedaan hebt. Ik sta hier in het theaterhotel met 822 stoelen. En zoals jullie zien staan die stoelen allemaal leeg. En de jeugd van Almelo, en dat is de bedoeling, gaat hier samen in een stadstheaterploeg, een productiehuis, deze stoelen allemaal vol spelen. Ja, ik kan niet alleen. Ik sta hier helemaal alleen. Ik heb daar allemaal jongeren voor nodig. En die jongeren die zouden eigenlijk de leeftijd tussen de 15 en de 25 moeten hebben. Want voor die jeugd is er heel weinig aan theateropleiding. Wat ik ga doen is de jeugd trainen. Om op deze manier alle kneepjes van het theatervak te leren. En hoe mooi is dat? Dat dat hier mag in het theater van Almelo. De moederschoot van het theater van Almelo. Waar je alle faciliteiten hebt. Zodat jij alles kan leren over theater. En ik heb de eer dat ik dat mag doen. Dank aan Esther Hammink. En hoe komt het dat jij zo begaan bent met theater? Wat is jouw achtergrond hierin? Nou, ik begaan met theater. Ben je of ben je niet? Ik ben theater. Ik kan ook niet zoveel anders, hoor. Ik ben opgeleid in theater. Ik heb jaren in theater gespeeld. Ik heb getoerd. Ik heb geregisseerd, gespeeld, gezongen. Ik heb licht, muziek, zang gedaan in Hilversum. Ik heb de theateracademie gedaan in Arnhem. En dat doe je omdat jij alsmaar meer wil weten van de vak. Maar na al die jaren toeren en zelf spelen en regisseren. Bekend in Almelo, Katoen en Nu en Het Verzet Kraakt. Is het tijd om het nou eens aan die Almeloze jeugd over te dragen. Goh, ja, ik word ook een jaartje ouder tenslotte. Hé? Straks kan het niet meer, moet een andere doen, toch? Ja, je moet een keer beginnen, hè? Ja, sowieso. En je was ook bekend met het theatervak dat je gaf op het Erasmus. En heb je daar al veel mensen die daar gezeten hebben warm kunnen maken voor wat jij nu doet? Ja, op het Erasmus heb ik 14 jaar lang drama gegeven.
en zeker VN kunstgeschiedenis. Is daar de kunststroom heb ik daarmee helpen opzetten. En dat is nou een derde van de school, is kunst. Dat is hartstikke leuk. Waarom ga je daar dan weg? Ja, op een gegeven moment ga je andere dingen doen. Ik had een masters over interdisciplinair onderwijs gedaan. En ik dacht van, laat dat eens ten uitvoer brengen. Maar het hart gaat toch waar het niet gaan kan. Of in dit geval kan het er gaan. En ja, die jeugd die ik toen heb opgeleid, die meldt zich ook weer aan. Een deel daarvan natuurlijk. En dat is hartstikke leuk. Wat zo mooi daaraan is dat die al de basisvaardigheden hebben geleerd. Dus dat die instap, de kwaliteit gelijk al wat hoger kan zijn. En dat is superleuk natuurlijk. Hoe kunnen de jeugd van Almelo, hoe kunnen zij zich aanmelden? Maar je kan natuurlijk altijd naar de stadstheaterploeg apenstaartje@gmail.com mailen. Doe dat vooral en schroom niet. Het is niet eng, het is leuk. En vind je het wel eng, dan leer ik jou dat het helemaal niet zo eng is. Daar ben ik natuurlijk ook theaterdocent voor, om dat aan mensen te leren. En op welke avond ga je dat doen? Ik ga dat doen op dinsdagavond voorlopig. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, maar we beginnen op dinsdagavond. Ik maak ook geen onderscheid in leeftijden. Ik ga niet de ploeg van 15 tot en met 17 doen en 17 tot en met 19 of zoiets. Want we hebben een theaterploeg, een productiehuis zoals het heet. Een productiehuis, dat is een club mensen die producties maakt, hè, theaterproducties in ons geval. Dus we gaan ook zelf maken. Naast, eventjes terzijde, naast dat we natuurlijk met kerst bij Scrooge gaan aanhaken. En volgend jaar Oliver Twist gaan doen, gaan we natuurlijk ook onze eigen producties maken, waar je heel veel van leert, maar wat ook ontzettend leuk is, want dan ben jij eigenaar van die productie. En dat is super gaaf om te doen. Ik sta bij Patrick Visser, die vannacht zijn inzet heeft getoond voor Tennis for Life voor het KWF. Hij heeft namelijk 12 uur lang tennislessen gegeven. Hij is gisteravond om 11 uur begonnen. En hoe is het allemaal vergaan, Patrick? Nou, ik moet zeggen dat ik een hele goede mentale voorbereiding heb gehad. En ik liep al rond 8 uur hier op het park. En het leefde al een beetje binnen de club en de mensen. En om 11 uur kon ik een start maken op baan 8, want de wedstrijd liep nog een beetje uit. En ja, gewoon hele leuke groepen gehad, leuke mensen. En ja, halverwege de nacht had ik het een beetje zwaar. Maar goed, ik moet nog een uurtje en dan kan ik het mooi afronden. Maar, ja, goed. Want de bedoeling van jouw actie, kan je daar iets over zeggen? Nou, ik heb geprobeerd om een aantal mensen, die gaan ze inzetten dus voor KWF. En iedereen heeft een actie bedacht. En mij leek het dus fantastisch om 12 uur non-stop tennisles te geven. Waarvan de nacht, hè, dus 11 uur 's avonds ingaan tot 11 uur de volgende dag. En ja, er mensen op in kunnen tekenen en het zat ook vrij snel vol. En ja, iedereen heeft een vrije gift, doneert. En ik had een doel van 1000 euro. En daar zit ik eigenlijk al dik overin. Dus ik ben erg blij daarmee. Dit gaat allemaal tijdens het toernooi, hè? Want deze week is er ook een toernooi gaande. Dat is het Lulof Open. Loopt dat ook allemaal een beetje? Want daar ben je ook de organisator van. Dat loopt meer naar wens. We hebben 250 deelnemers. En het zit gigantisch vol. We hebben in de voorbereiding ook al de mensen gepromoot, hè, met een stukje PR. En ja, mensen, we hebben een aantal acties, hè, in combinatie met het KWF Tennis for Life. En ja, goed, we hebben een ballenraadactie. En vrijdagmiddag komen allemaal kids voor een toernooitje. En ja, dit is te veel om op te noemen. We hebben natuurlijk nog een veiling zaterdagmiddag. Mooie prijs en een verloting. Patrick, er zijn een heleboel mensen geweest die dit mooie evenement voor Tennis for Life mogelijk hebben gemaakt. Kun je daar iets over vertellen wie dat waren of wie dat zijn? Ja, in eerste instantie wil ik Marloes Smit even noemen. Zij heeft ook een beetje is op het idee gekomen om dit te organiseren. Ze heeft veel geld opgehaald. Sanne Kleinenberg zit in de KWF-commissie. Robert Bunskoek, namens de sponsorcommissie, is even heel belangrijk. Die heeft ook alle drie deelnemers van het toernooi. En hebben ja, gigantisch veel werk verricht. En, ja, zonder hun was het succes denk ik minder geweest. Maar goed, samen sterk zeg ik. En ja, ik wil ze eigenlijk wel bedanken daarvoor. Mijntje heeft een hele mooie actie bedacht voor KWF. Kun je er iets over vertellen, Mijntje? Ja, ik heb armbandjes verkocht. En die heb ik, ben ik langs de deuren geweest. En toen heb ik ze verkocht en ik heb 174 euro. De opening wordt verzorgd door Magda
En want Magda is een speciale zwemgast bij ons. En Magda doet dit jaar voor de 10e keer mee. Dus ik wil graag een applaus voor Magda. Magda, gefeliciteerd. En je krijgt van ons een 10 banenkaart. Dus dat je ook na de zwemvierdaagse nog bij ons kunt zwemmen. Ja. Na je zwemmen. Bas van Kalken, vertel me eens iets over deze zwemvierdaagse. Deze zwemvierdaagse wordt voor het eerst door sportbedrijf Almelo gehouden. Daardoor werd het altijd door de vereniging gedaan, de Venen. Maar wij hebben het voor dit jaar overgenomen. En zoals je ziet is het aardig druk met veel zwemmers die ontzettend veel plezier hebben. En op zich gaat het dus heel goed. Ik denk dat er ongeveer 200, 250 komen er vandaag. Dus dat is al heel goed. De oudere mensen zwemmen 20 baantjes, dus twee keer over 10 banen. En de kinderen zwemmen gewoon 10 banen. Oftewel 250 meter. De ouders 500 meter. Maar je ziet dat heel veel kinderen met de ouders ook een dubbele afstand te zwemmen. Dus dat vind ik allemaal top. Er zijn 5 dagen en ze mogen er 4 van zwemmen. Dat klopt, ja. Ze hebben dus 1 smokkeldag. Dus als ze zeggen van wij kunnen het niet of wij gewoon een andere afspraak of wat dan ook. Kunnen ze 1 dag overslaan als ze maar 4 zwemmen. En als ze er 4 hebben gezwommen krijgen ze een stempel. Van mij mag je er rustig 5 zwemmen. Dat is natuurlijk altijd meer. Of in plaats van 20 banen, 40 banen kan ook. Wordt niet nagekeken? Daar wordt dan niet nagekeken. Als je maar 2 keer heen en weer gaat als volwassene. Ja. De nieuwe ronde is van de profronde Almelo. Hoe is uw naam? Ik ben Anne Rustenberg, 20 jaar. En vindt u dat nou leuk om wielrenners te kussen? Nou, hoort er natuurlijk bij, hè? En het is wel iets wat je maar 1 keer meemaakt. Kent u de wielrenners? Niet persoonlijk, maar wel qua gezicht en ja. En heeft u nog een bepaalde voorkeur? Nee, dat eigenlijk niet, nee. Dus dan maakt niks uit. Degene die wint, dat is uw man. Ja, laten we het zo maar zeggen, hè? Ja. Hoe komt u zo bij om? Bent u daarvoor gevraagd of hebt u zich daarvoor aangemeld? Ja, ik ben daardoor gevraagd door het bestuur van de profronde. En ja, ik hoef eigenlijk niet 2 keer na te denken toen ze het vroegen. Want dat maak je natuurlijk maar 1 keer mee. Ja, ja, meestal word je niet voor de 2e keer gevraagd en dan hebben ze wel weer een ander. Maar, dus je hebt er wel zin in? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Wel spannend, maar het is zeker iets waar ik echt veel zin in heb. Dank u wel. Thank you.
Corrie Bezems monteerde in 1998 op een groene bloemsteel twee klaprozen die 's avonds periodiek aanlichten met de tekst heel eventjes maar. Het werk heeft een positieve, vrolijke uitstraling door kleur en vorm van de bloem die zich volledig opent.